Hoi, goedemorgen. Vandaag is de dag van de bloeddonor. Ja, mensen die bloed geven. Dus laten we eens daarbij gaan tekenen. Iets met bloed. Nou, ik maak het niet al te bloederig vandaag hoor. Doe je mee? Dan gaan we iets tekenen wat met bloeddonor te maken heeft. Bloeddonordag. Ja. Ik dacht erover om een spuit te tekenen. Zo. Even kijken hoor. Laten we hem gewoon even een eenvoudige spuit pakken. Hopla. Dan heb ik hem nog niet driedimensionaal natuurlijk, zo. Maar dat hoeft ook niet. Zet hier die naald aan. En aan het puntje doen we dan een bloeddruppeltje. Nou, een bloed is donker, dus we maken dit ook donker. Kijk, met wat reflectie. Nou, hier moet natuurlijk die maataanduiding op staan. En dan dacht ik, dat doen we dan zo. En dan tussen die kleinere streepjes. En ik weet niet precies wat die maataanduiding is. Maar goed. Het gaat er natuurlijk om dat we aangeven dat het een spuit is. Er moet natuurlijk ook bloed in zitten. Dan moet je dan ook zien natuurlijk dat er bloed in zit. Dus die dingen die moeten binnen doorlopen. En er moet natuurlijk ook nog bloed in zitten. Dus ik zit even te kijken hoe je dat nou het beste kan laten zien. Ik denk dat dan dit donker moet zijn. Dan bloed wat erin zit. Gewoon wel reflectie op zitten. En dan zie je hier die maataanduiding natuurlijk ook niet meer. Dus ik weet niet of dat dan zo heel duidelijk is, maar nou, ik zou hem ook nog driedimensionaal kunnen tekenen. Zie natuurlijk dat puntje op, zo, die naald, het druppeltje weer. En dan zo. Een randje moeten hebben zo. Aanduiding. Hier ook natuurlijk weer dat bloed erin. Dat zien we hier natuurlijk ook, want het is ook doorzichtig. Zo, met reflectie, licht. Hier nog, misschien nog een nokje zo om die spuit vast te zetten. Ik moet klik zeggen en vastdraaien. Goed. Hier ook wat schaduw zo. Nou, probeer het zelf ook eens te tekenen en dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!